Hey internet, vandaag ga ik het hebben over nativisme en empirisme. Dit wordt een sociologische video. Als je hier bent en je denkt, oh, ik wil dingen bijleren, blijf gerust zitten, pak een kopje koffie of thee of koekjes of chocomelk of water of frisdrank en kom gewoon bijzitten. Geen zorgen, ik leer u dingen bij vandaag. Als je bent van, ik wil even niks bijleren, ik wil gewoon ontspannen, ga er ook, blijf gerust zitten. Ik zal het zo grappig mogelijk proberen uit te leggen. Maar als je iemand bent van, ik wil niks bijleren, ik wil niks bijleren, ik weet alles al, kom dan volgende week gewoon terug voor een nieuwe video die niet sociologisch is. Ik begin eerst met drie dingen uit te leggen. Je hebt nature, nurture en vrije wil. Nature is erfelijk aangeboren. Nurture is van je milieu. En vrije wil, dat zegt zelf of je het zelf wilt of niet. Bijvoorbeeld, je bent opgegroeid in een muzikale familie. Je broer speelt saxofoon, je mama speelt piano, je zus speelt klarinet. Dus heel mooi met muziek. Dat is uw nature. Dat zit in uw familie, dat is echt geërfd. Dus je hebt dat geërfd. En dan heb je nog nurture. Nurture is eigenlijk uw milieu. En wat leef je? Leeft jouw milieu rond dat muziek en speelt uw milieu ook muziek? Dan heb je ook nog vrije wil. En dat is het derde ding, en ik vind dat persoonlijk een van de belangrijkste dingen, wil je ook muziek spelen. Want het kan zijn dat je een heel muzikale familie zit opgegroeid, heel muzikaal geërfelijkheid hebt, heel milieus muzikaal, en je zegt nee, ik wil niet muziek spelen. Ik word fotomodel. Uw vrije wil, uw nurture en uw nature zorgen ervoor de persoon die je bent. Dat zijn eigenlijk de aspecten die ervoor zorgen wie je bent. Dus nu gaan we naar nativisme en empirisme. Ik begin bij nativisme. Nativisme, dus eigenlijk nature, zegt dat uw gedrag wordt bepaald door genetische eigenschappen. René Descartes was er een heel grote fan van. Nativisme geloven ook in pedagogisch pessimisme. Dit betekent dat je van de geboorte niet meer kunt veranderen. Je bent wie je bent en er kan niks aan gedaan worden. Als je een slecht mens bent, ben je een slecht mens. Je kan niet veranderen. Als je van de geboorte een goed mens bent, ben je een goed mens. Je kan niet veranderen. Je wordt geboren zoals je bent. Dat is nativisme en pedagogisch pessimisme. Dat was de uitleg daarvan. Oké. Nu gaan we het hebben over het empirisme. Het empirisme hangt samen met nurture en dat zegt dat ons gedrag kan gevormd worden door onze ervaringen binnen een bepaalde cultuur. John Locke was een heel grote fan van het empirisme. Empirisme hebben een positieve pedagogische kijk. Die zeggen, je wordt geboren en nog niks is bepaald. Je bent ongeschreven als je geboren bent en je opvoeding en je cultuur zorgen ervoor voor wie je bent. Dus dit was empirisme en nativisme. Hopelijk hebben jullie iets bijgeleerd of vond je het juist wat ik zei. Want ik heb eigenlijk een kleine samenvatting gemaakt op mijn laptop en ik heb die proberen niet af te lezen, maar soms moest ik kijken. Dus als je daar naar keek, sorry, ik ben nog aan het leren. Ik vind het wel heel interessant van hoe het komt dat iemand iets doet. Dus als ik nog dingen leer aan de les die ik interessant vind, zal ik het ook aan jullie laten weten. Want altijd nieuwe dingen bijleren en slimmer worden is fantastisch. Dus als je meer dingen zoals dit wil zien of andere soort dingen, vergeet niet te abonneren. En laat in de commentaar achter of ik meer sociologische, psychologische, cultureel bekeken video's moet maken. Want ik vind het eigenlijk heel fijn om te maken. Omdat ik dan tegelijkertijd mijn leerstof van de les opfris. Dus vergeet die een blauw duimpje te geven. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye! Dus ja, nu zijn we weer op het einde van de video. Hopelijk hebben jullie een leuke week gehad. En als je het leuk vindt om dingen bij te leren of zo, zal ik meer video's maken over dingen. Om dingen bij te leren. Oké. En ja, ik wens jullie nog een fijne week toe. En dan zie ik jullie volgende week terug. Oké.